misschien in Nijmegen wel naast hun schoenen gaan lopen. Het barst werkelijk van het zelfvertrouwen. Laten we gaan kijken naar de opstellingen. Bij NEC keert spits en topscorer van Beukering terug van een schorsing. En daardoor zit Dani Fernandes op de bank. Verder natuurlijk de vertrouwde namen in de ploeg van Mario Been. Dan het team van NAC Breda. De Graaf en Penders keren terug naar blessures. Leurling viel zondag geblesseerd uit, maar kan vandaag toch spelen. En dat is een behoorlijke meevaller voor trainer Ernie Brands. De rest hoort u uiteraard van commentator Albert Manting. Er is nog één speler actief die erbij was toen NEC zijn laatste Europacup-avontuur beleefde en uitgeschakeld werd door Wisla Krakau. En dat is de huidige aanvoerder, Peter Wisselhof. Geen beweging voorin. En de paas van Elschot is ook niet goed. Vadosh en Lens. Lens op snelheid is sneller dan Elschot. Die is die kwijt. Lens. En dan komt Penders. Die is hij ook kwijt. De eerste kans via Jeremijn Lens. Aanvallende ballen van Holmen. En dan de redding van Jelle Terouwelaar. NEC pakt de draad. Die liet liggen naar de uitschakeling van Groningen weer op. De knal van Lens. Eén keer Terouwelaar. En dan het schot van Holmen. En de tweede keer de goalie van NAC. Wisselhof, Vadosh, prachtige beweging, Sibum en weer de Hongaar. Die wordt onderuit gehaald door Ronnie Stam. En dus is de vrije schot er voor NEC. Prachtig, het hakje van Vadosh. En dan Stam duidelijk te laat, bal is al lang en breed gespeeld. El Akshawi van Beukering, komt niet los, maar Olsen wel en daar is de 1-0 voor NEC. Jonas Olsen, onvoorstelbaar hoe vrij die staat. Hij hoeft het niet met de kop te doen, hij kan het gewoon met de voet doen. En NEC komt verdiend op voorsprong. Kijk naar de beweging van de Zweed. Niemand die hem dekt en dan is het niet al te moeilijk om die bal achter Terouwelaar in het Bredaarse doel te werken. En daarmee komt NEC binnen het kwartier op 1-0. De Graaf buiten om Elschot. Loopt niemand mee. Ja, nu gaat El Akshawi daar naartoe. Elschot. Veher. Makkelijk weggedraaid bij Sibum. Veher, dat is aardig gespeeld. Idad Delay. En dan ternauwernood Wisselhof. NAC probeert wat terug te keren in de wedstrijd. En dat lijkt te lukken. Rechts in beeld in het midden Patrick Zwaanswijk. Hij verlengde zijn contract met 1 jaar bij NAC. Afwezig vanwege een blessure overigens hier vandaag. Metiliga, Sibum, Lens met wat ruimte. Veel mensen nu naar voren. Holmen en Davids die kruisen. Het gaat richting Brad Holmen. De hoek is moeilijk, maar hij probeert het wel. Verrassend geschoten. Terouwelaar haalt die bal prima uit de goal. En El Akshawi. Davids. Even vastgehouden door Veher, de voordeelregel. El Akshawi, die stond er nog na het nemen van de hoekschop. El Akshawi, niet ongevaarlijk. En jawel, nummer 2 voor nummer 2, Jonas Olsson. En weer staat hij volledig vrij. En zo wordt het de Zweed wel erg makkelijk gemaakt. NEC op 2-0. Kijk naar El Akshawi, kijk ook naar Olsson. Helemaal vrij. Penders een 1,5 meter bij hem vandaan. Idad Delay verdedigt niet mee. En zo komt NEC bijzonder gemakkelijk op 2-0. Holmen, Idad Delay. El Akshawi, Sibum, Lens. Balverlies van NAC. Sibum, geen buitenspel. Van Beukering wacht voorin. Penders sluit die weg af. Nog een keer Sibum. En dan Terouwelaar, die zich volledig moet strekken om de bal van de oud-Twente-speler uit het doel te houden. Hoekschop van Sibum. Olsson kan weer kop hoor. Sombere gezichten, al een tijdje bij de supporters van NAC en ook op de bank. Olsson. Holmen. Goed meegegeven van Beukering. Net voldoende. Sibum aan de rechterkant komt naar Albatoglu. Metiliga moet zich haasten. Is te laat.
En de voordeelregel toegepast. Holman. Brad Holman krijgt hem niet tot bij Van Beukering. Ja, Metilica moet toch in ieder geval een gele kaart krijgen vanwege heeft. Dat gaat nu ook gebeuren, denk ik. Kijk naar de actie van Metilica. Duidelijk te laat en geel meer dan terecht. Een dubbele wissel aan de zijde van NAC. Penders is naar de kant gehaald. Hetzelfde geldt voor Idad Dalai. En voor hen zijn in de ploeg gekomen Ami en Matthew Amoa. Wat ruimte nu voor Molhoek. Molhoek. Te lastig voor Amoa. Wisselhof. Lens. Siebum. Holman. Siebum. Holman. Prachtig gespeeld. Brad Holman met zijn snelheid. Australië wordt het 3-0. Brad Holman. Ja. Wat een mooie goal. 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Brad Holman scoort zijn derde goal in de play-offs en brengt NEC op 3-0. Die combinatie in een paar keer tussen Siebum en Holman. En dan Brad Holman met zijn snelheid. Elshot probeert het gaatje dicht te lopen, is te laat. En dan stift hij hem over een kansloze Ten Rauwelaar. Hele mooie goal. En NEC nu toch bijzonder goed op weg richting UEFA Cup voetbal met die 3-0 marge. Siebum met de vrije schop. Nou kijk eens, helemaal vrij. Vadoš controleert en schiet hem dan. Eerste richting Ten Rauwelaar. En dan wordt Vadoš toch vastgehouden en moet de bal op de stip. Maar Wegereef doet dat niet. En dus loopt een aantal spelers te hoop bij de scheidsrechter. En dat is volkomen terecht. Want Vadoš stuit in eerste instantie, terwijl hij tijd heeft om direct uit te halen, door de benen van Molhoek op Ten Rauwelaar. En dan wordt hij licht geduwd door diezelfde Molhoek. Maar is het geen strafschop. De Graaf. Molhoek. Weg bij Wisgerhof. Die is nu weg uit het centrum. Vadoš loopt het gaatje dicht. Maar De Graaf kan aannemen. De Graaf! Dat is het moment waar NAC had moeten toeslaan. Leurling. Metilica. Tegen Jansop en dan valt die bal in één keer goed voor Jermaine Lens. Lens met de 4-0. Lens doet het heel rustig. Iedere aanval van NEC resulteert in ieder geval in de tweede helft in een doelpunt. De avond wordt mooier en mooier in Nijmegen. Jermaine Lens maakt er 4-0 van. In het voordeel van NEC. Gelukkig het moment. Tim Jansen met een onbedoelde assist. En dan Lens die de kanten bewaart en de bal onder Ten Rauwelaar in het Bredaanse doel schuift. 4-0 voor de ploeg van Mario Been. Kijk eens naar dit beeld. Ernie Stewart. Niet verder met Ernie Brands. Maar hoe dan verder? In ieder geval in de Intertoto. Want zoveel is duidelijk. Stam. En de tegenstoot. Daar komt NEC weer. Holman. Zoek Lens, die is veel sneller dan Laurent. Lens met Laurent, die is hij kwijt. Jermaine Lens kapt Laurent nog een keer uit en schuift de 5-0 binnen. Applaus van Mario Been. Hij de slemiel bij deze actie. Maar NAC vanavond duidelijk een maatje te klein. En NEC laat zien dat het als counterploeg ook alles in huis heeft. Kijk eens hoe Lens afrekent met Laurent. Die stuurt hij een paar keer het bos in. Ten Rauwelaar kansloos. En de score zegt alles. 5-0 voor NEC. Lens. Stam afgetroefd door Lens. Daar gaat Lens weer. Daar gaat Lens weer. Een hattrick. Maar in ieder geval wel een strafschop. Overtreding van Laurent. En ook nog rood voor de centrumverdediger. En Lens verdient de strafschop. En dus de mogelijkheid nu om het halfdozijn vol te schieten. Wat de cijfers. En via de vingertoppen van Ten Rauwelaar gebeurt dat ook. NEC speelt volgend seizoen UEFA Cup voetbal. Dat was al duidelijk. Dat is nu helemaal zonneklaar. Kijk eens de ereronde van Youssouf El Achraoui. En wat wordt het publiek hier toch vermaakt de laatste maanden in Nijmegen.